zijn we de enige echte Gleofilo Vleiter, topscorer van Nacho Faka. Rustig, maar met jou? Ja, het gaat, het gaat. Hoe voelt het om weer terug in Suriname te zijn? Het is altijd een leuk gevoel toch, om gewoon thuis te zijn. Hier heb ik gewoon jaren gevoetbald, dus het is altijd mooi om hier te zijn. Okay. Er zijn heel veel jongeren die nu naar je opkijken. Want jij bent de spits die lokaal heeft gespeeld, die nu in het buitenland speelt. Wat onderschatten Surinaamse voetballers van het buitenland? Of waar moeten ze ready voor zijn als ze in het buitenland willen gaan voetballen? Ik denk het is meer gewoon mentaliteit. Als je gewoon echte mentaliteit hebt dat je wil slagen, dan denk ik niet dat iemand je kan stoppen, toch? Dus dat is het meer. Dus het is gewoon doordrukken. Doorzetten, doordrukken. Voor Surinamers is het altijd iets wat moeilijker, omdat je niet heel veel van... zeg maar Surinaamse jongeren in het buitenland zien, omdat het heel moeilijk is, maar als je echt wil hebt, dan gaat het wel lukken, man. Wat mis je het meest van je? Het eten. Sorjan, Sorjan. Sopropo, antroa, bami. Ja. Dus eigenlijk hoef ik die vraag, bami of rotinees te stellen? Wat je nou, bami, bami. Ja, ja. Oké, snel een paar voetbaltechnische vragen. Wat heb je liever de komende wedstrijden? Een hat-trick of alle assists van de wedstrijd? Een hat-trick. En een vraag die veel voetbalfans in Suriname misschien al weten of niet. Real Madrid of Barcelona? Real Madrid. En Robinho. Oké, maar nu heb je ingang gegeven van mijn laatste. Wat wil je tegen de boys van Robin Hood nog zeggen? Ik bedoel, drie van ze zijn nu in het team, maar wat wil je tegen de boys van Robin Hood zeggen voor de toekomstige wedstrijden in de Caribbean Cup? Ik wil ze heel veel succes wensen. Robin Hood is een grote club in Suriname. En ik denk dat we ook heel veel talent hebben in die groep. Dus je ziet het ook, ze zijn bij de eindselectie van Nacho. Dus heel veel succes aan hun en ik support ze sowieso. Aboon, thank you so much. Hard maar krachtig. En we kijken uit naar je goals.